Maar Gabrielle, we gaan ook de titel Fokker van het jaar uitreiken. Die wordt bepaald dankzij een onafhankelijk puntensysteem voor sterk kroon- en modelmerries. En ook de aanlegtesten en goedkeuring van de eigen gefokte hengsten tellen mee. Dames en heren, ik kan u nu vertellen dat Fokker van het jaar geworden is. Geef u een geweldig applaus. Hier staat ze, Gabrielle. Uw applaus voor Gabrielle van Tilburg. Ze fokt met stand 50, 10 en 28. Schuurt het gebruik van moderne techniek als embryotransplantatie niet om sneller vooruit te gaan. En is eigenlijk maar een kleine fokker die een groots resultaat neerzet het afgelopen jaar. Met 5 sterpaarden, 2 kroonmerries, 2 merries met een triple A-notering, 1 met een dubbel A-score. En de merrie uit haar fokstal werd preferent en prestatie. Stond deze week al eerder in de ring met een jonge hengst die naar de voorrijdagen mag. En donderdag werd Mattie P. van Dulven van Piermaal Jasper, kampioen hengstenruimte. Prachtig emotie. Ja. Nog een keer een geweldig applaus. En de familie komt erbij voor de fokker van het jaar, Gabrielle van Tilburg. Nou, prachtig. Ja. Hé, hey, Gabrielle, er hoort nog wat bij. Ik weet niet of we een mooier verjaardagscadeautje voor je hadden kunnen bedenken. Hé, hey, je krijgt ook nog een bord erbij. Ja. Alsjeblieft, hey, geniet ervan. Bijzonder natuurlijk dat zij staat. Gabrielle van Tilburg van de Van Dulven Fokkerij. Ik denk dat we even gaan staan. Ja, we gaan even staan voor de fokker van het jaar. Fokker van het jaar, Gabrielle van Tilburg. Wat een koninklijke zicht, die hindjes keurig mij aanduwen en opduwen. Die koperkleur, schitterend, de rietuwlampen die branden zelf, de heren zullen er echt super.